Zo tussen. Ken? Ja. Als ik dan klaar ben, hè, moet ik dan... Dan, ik pak hem dan over, want dan ga ik de winkel in. Dan ga ik een tikje doen, zeg maar. Oké. Dus dan ben ik hier aan mijn hoofd wel... Ja. Hoe of wat? Is die al live? Ja. Oké. Goedemiddag. Hallo. Ik wacht heel eventjes dat er wat meer mensen binnenkomen. Goedemiddag. Ik zal vast even wat leuke voorbeeldjes hieronder leggen. Zodat jullie die vast kunnen zien. Zo, Vero, jullie horen mij. Prima. Nou, ik ga dadelijk even live iets laten zien over de nieuwe standsmalletjes van Studio Light. De cutting dies. Nou, zo, even kijken. Zo, deze leg ik even opzij en dan ga ik even laten zien waar ik mee ga werken. Ik ga werken met deze stansjes. Die moet ik even eruit halen. Er zijn drie stansjes, daar kun je hele leuke kleine kaartjes van maken. En de laatste tijd zie je misschien ook wel weer vaker de ATC-kaartjes ook voorbij komen. En dit is niet per se een ATC-kaartje, kun je er wel voor gebruiken ook. Maar hier kun je ook gewoon hele leuke kleinere kaartjes van maken. Dus ik ga even laten zien hoe je dat bijvoorbeeld kan doen. En dan ga ik... Ik heb deze uitgestanst, deze kleine zwarte, of uit gewoon zwart kaartstok, met het kleinste stansje, de iets grotere stans. Die past daar precies mooi onder. Heb ik hier uit het roze gestanst en dan de grootste zwarte is natuurlijk die grotere stans. Dus die leg ik nu heel even opzij en dan pak ik die kleine zwarte. Zo. En dan pak ik even mijn stempelhulp erbij. Zo. Straks zal Joyce ook alle producten die ik gebruik even laten zien. Zo. Even kijken of ik goed in beeld ben. Ja. Zo. Deze kan ik hier... plakken. Heb ik de magneetjes heb ik nu niet nodig, want hier zit zo'n sticky sheet van Marianne Design onder. En dan ga ik even een stempeltje uitzoeken, want ik heb hier heel veel leuke stempels ook liggen van Studio Light. Kijk, ik ga ze even laten zien. Mooie bloemen. Ik hoop dat het goed te zien is. Of misschien moet ik ze eruit halen. Ja, ik zit nu op een andere plek dan ik normaal zit. Ik zit nu in, op het plekje van Jolanda. In plaats van bij mij thuis. En ik moet af en toe even meekijken op de telefoon. Van Joyce. Dus deze is er. Oh ja, dit is wel goed, toch redelijk te zien. Nee, het glanst mij te erg. Dus ik haal hem er gewoon eventjes uit, zodat jullie het goed kunnen zien. Zo is het misschien beter. Ik ga deze dadelijk gebruiken.
Zometeen komen deze stempeltjes ook allemaal even langs bij Joyce. Dan legt ze uit welk nummer het is. Kijk hoe mooi. Heel gedetailleerd ook met al die blaadjes. En dit zijn dan silhouet stempeltjes. Dus die kun je natuurlijk in kleur, maar zijn ook heel mooi om met zwarte Versafine te gebruiken. Echt een hele serie en ik ga ze gewoon lekker allemaal even eruit halen voor jullie. Zoals je ziet heb ik deze ook al gebruikt. Hier met een vogel en dan hier een mooi soort wilde bloemetjes. En dan heb ik hier nog eentje. Zo, ik leg het heel eventjes opzij. En dan ga ik met deze, moet ik hem even afhalen, dan wil ik hem zo. Deze ga ik gebruiken en dan ga ik nog heel eventjes met de, wat ik anderhalve week geleden heb, ben ik ook begonnen met de live te laten zien met de iZink embossing pigment. En dat ga ik met dit kaartje ook laten zien, de volgende kaartjes niet hoor, maar ik wilde nog even iets, een kleine tip ook geven met die embossing iZink. Want als je een kleurtje op zwart wil zetten, dat is vrij moeilijk met de inkt. Als je dan eerst even met wit zet. Nou, dus die ga ik nu even op mijn stempel, dat is voor jullie even buiten beeld. Maar ik ga nu gewoon mijn stempel wit kleuren met die iZink embossing. Kijk, ik heb mijn stempel wit gemaakt. Die ga ik nu één keer erop stempelen. Dan heb je een witte ondergrond. Dan ga ik mijn stempel even schoonmaken, dat de witte inkt eraf is. En ga ik een kleurtje pakken. En ik heb nu een rozige ondergrond, maar ik denk dat ik... zal ik roze pakken? Ja, ik pak roze. Dus nu heb ik een rozig kleurtje. Dat ga ik nu op mijn stempel doen. Zo. Dan ga ik nog een keer stempelen. Kijk. Roze is natuurlijk een zachte kleur op zwart. Ik ga hem gewoon nog een keertje erop doen, want dan komt hij nog iets beter uit. Dan heeft hij wat laagjes. Zo. Maar omdat je nou een witte onderlaag hebt, zie je hem wel goed. Zo. Stempeltje dadelijk even schoonmaken. Deze mag eraf. Droogt langzaam deze inkt. Dus ik heb even de tijd om mijn... een embossingpoedertje erbij te pakken. En de trash tray. Even erop strooien. Zo. Kijk. Dit mag in het potje terug. Zo, even dekseltje erop. Want ik heb mezelf en als ik het potje... Het zou kunnen dat ik dat gewoon omstoot. Hè. Er ligt alles onder. Deze ga ik eventjes verhitten. En dan... Goedemiddag voor wie nog binnenkomt. Kijk, daar komt hij.
Zo. Nou. Kijk, dan heb je zo heel mooi. Zacht. Dit is, José, dit is de Eyezinc Embossing Pigment, heet dat. Er zijn twee sets, er komt van de week weer van alles binnen, hoorde ik van Joyce. Zo, nou dit is natuurlijk nog niet klaar. Ik ga deze zo meteen hier op lijmen, maar ik wil hier ook nog wat meer bij. Dus ik pak even mijn Signopen erbij. En vind ik het wel mooi om al die takjes even klein lichte accentje te geven hier op die blaadjes. Zo. Zo. En een klein doedelrandje ga ik maken. Een doedelrandje hoeft niet per se altijd heel netjes te zijn. Zo, gaan we een beetje van die zigzagjes erop maken. Dan ga ik hem hier oplijmen. Ga ik even een lijm erbij pakken. Nou zou je hier natuurlijk ook een kleine pocket van maken. Zoals ik hem hier nou boven open laat. Dan maak ik er gewoon een pocket van waar je weer een klein kaartje in kan doen. Zo. Deze lijmen we hierop. Even kijken of ik goed in beeld ben. Ja, ik ben wel goed in beeld. En hier ga ik nog een klein beetje bij spetteren met mijn witte spetterpen. De mat trouwens waar ik op werk is van Crafters Companion. Een super fijne mat. Ook als je, hij blijft, ik heb hem nou op de glazen plaat gelegd. Die ligt hieronder en dan ligt hij ook heel stevig. Dan gaat hij niet verschuiven ofzo. Dus die laat Joyce jullie straks ook zien. De mat is ook heel goed af te doen als je er echt op gaat kliederen met verf of inkt of heel goed af te doen. Ik heb hem van de week al een aantal keren gebruikt. Echt super fijn. Wordt heel goed schoon en ja, hier nou buiten beeld er zitten wat vakjes in. Hierboven is dat wel te zien. Ik zal hem even een beetje opzij schuiven. Kijk, hier opzij zie je ook vakjes. Daar zou je wat inkt in kunnen doen zodat je dat ook lekker zit, je niet met losse bakjes. Nou, deze gaat weer op mijn kaartje. En dat ga ik doen met foamtape. Zo. Dus die doe ik er even onder. En zo heb je een heel leuk kaartje. Zo kun je bijvoorbeeld ook een leuk labeltje maken. Wat je ergens aan kan hangen weer. Kijk, hoe leuk. Ik heb het hierboven nu open. Nou heb ik een klein tekstje van de sticker art van de Stoepedoe. Heb ik eventjes zo lang gepakt en hier al voorbereid even opgeplakt. Die knip ik er even zo. Netjes met een klein mooi roze randje. Knip ik die even. Zo. Dan heb je zo eigenlijk in een hele korte tijd heb je een hartstikke leuk kaartje.
Een leuk apart kaartje gemaakt. Natuurlijk kun je dit. Dit geheel kun je ook weer op een iets grotere kaart lijmen. Gewoon een kaartje van 12 bij 12. Of je kan er bijvoorbeeld meerdere pakken en dan op een slimline kaartje zetten. Dat is ook hartstikke leuk. Er zijn echt wel veel mogelijkheden mee. Ik heb ook bedacht, en dat ga ik nu laten zien, dat je zoiets kun je natuurlijk ook maken als een klein kaartje wat je open kan slaan. En dan ga ik dat nu even laten zien. Pak ik even mijn stansmachientje erbij. Zo. Dan daarvoor heb ik een stukje cardstock. Ik heb hier toevallig zwart. Heb ik gevouwen. En moet ik even mijn stansje erbij pakken. Zo. Pak ik even die grootste erbij. Die leg ik hier op. Maar die ga ik met het snijrandje. Ga ik die net over die dubbele rand die hier zit. Dus die rand wat dicht is. De vouw dus. Daar leg ik hem overheen. Zo. En dan gaat hij zo door mijn stansmachine heen. Dan moet ik even kijken of ik hier een tapeje heb. Of Jolanda hier een... Anders dan moet ik het zo doen. Nee, ik zie zo gauw geen tape. Nou, ik ga het gewoon proberen zonder het vast te tapen. Want ik wil het jullie toch laten zien. Zo. Ja, ik denk dat ik hem zo heb. Yes. Jokie doop, daar gaat hij. Omdat je hem dubbel hebt, gaat hij dus ietsje strakker door je stansmachine heen. Jullie hebben wel echt een primeurtje, want ik had dit nog niet geprobeerd. Even kijken. Ja, kijk. Kijk. En dan heb je zo. Heb je heel leuk. Een klein kaartje. Zie je hoe leuk? En daar kun je dan bijvoorbeeld even mijn standspaadjes aan de kant. Heb ik hier toevallig. Ik ben een beetje in het roze. Een ondergrondje opdoen. Zo. Nou, dan heb ik hier, nu heb ik een wit stukje. Zo, even mijn dopje op mijn lijm, als is hij dadelijk uitgedroogd. En even kijken hoor, moet ik weer even een stempeltje erbij pakken. En even kijken, wat zullen we doen? Ik ga even een andere erbij pakken. Ik ga deze pakken. Die vind ik ook wel erg mooi. En dit is de stempel Weeds. Joyce zal hem straks even laten zien ook. Weeds. Die ga ik met VersaFinder opzetten. Zo. En dan krijg je echt een mooi silhouet van het zwart. Een beetje schuin. Zo. Heel gedetailleerd, al die kleine sprietjes en puntjes en zie je echt heel goed. Dan heb ik hier even op die mat, maar dat is niet erg, kan je gewoon afdoen. Zo. En die ga ik hier erop zetten.
Zo. Even kijken waar ik mijn... Ook hier ga ik weer een doodelrandje op tekenen. Dat doe ik met de blackliner sets, altijd van Molotow. Nou, hier kan je natuurlijk ook nog een tekst doen en dan heb je zo, heb je hem als, ja, als kaartje echt, als een klein kaartje wat je open kan maken. Even kijken, ik ga jullie ook nog even deze laten zien. Je hebt bijvoorbeeld een pocket gemaakt, kijk, met een coin erin, zo'n ronde coin, waar je weer een klein leuk iets op kan schrijven voor iemand. Dit zou je bijvoorbeeld ook weer zo op een kaart kunnen lijmen eventueel. Zodat er nog een klein extra geheim berichtje zit bijvoorbeeld voor iemand. Ja, deze heb ik dus net gemaakt. Deze zijn leuk. Hier heb ik er eentje gemaakt voor iemand... Hier zie je wel alle stempeltjes die in de goodiebag zitten ook. Hier heb ik de bloemetjes heb ik hier losgestempeld en later erop gezet. Opgelijmd. En hier is dat ook. Met een klein hemdkoordje en een tekstje. Heb je zo'n superleuk kaartje. Nou, ik ga dit nog even aan de kant leggen, want ik ga ook nog even met de andere. Ik heb nu deze vorm gebruikt, met zo'n soort ticketvorm, hè, is dat. Die heet volgens mij ook zo, even spieken. Ja, die heet ook ticket die ik net gebruikt heb. En ik ga nu nog één kaartje maken met deze rondere vorm, rondere hoekjes. Dus even alles weer aan de kant. Daar heb ik deze voor gepakt. Even kijken. Zo. Ik hier even een keertje nog. Stansen zie ik. Waar is... Ik was hem even kwijt, mijn stansjes. Er ligt hier ook zoveel allemaal bij mij in de buurt. Even kijken, die grootste moet ik hebben. Ja, zeg ik dat goed of moet ik die kleinere hebben? Nee, ik doe het verkeerd. Ik moet die kleinere hebben. Zo, dus deze gaat terug. En die gaat op een stukje kreft. Ik heb die grootste uit kreft, de middelste uit zwart kaartstok. En die kleine, die ga ik dus op uit kreft halen. Zo. Nou. Even netjes terug. Mijn zakje is een beetje gescheurd ondertussen, maar ik heb ze ook al heel veel gebruikt. Dus thuis gaan die mooi in een ander mapje.
Even kijken. Ik vind het ook wel leuk om, want dat zie je hier ook, heb ik ook gewoon hier bijvoorbeeld een koordje omgedaan, een stukje hempkoord. Ik heb nu toevallig ook een stukje, mijn eigen voorraad heb ik sisaltouw heb ik bij me. En dat vind ik ook wel leuk om daar iets mee te doen. Ga ik even een stukje wit kaartstok erbij pakken. Daar ga ik eventjes wat bloemetjes op stempelen. Even kijken welke. Even zoeken, zoeken, zoeken. Ja. Ik heb net deze gebruikt. En hier opzij zitten nog van die kleine losse. En die zijn leuk om te stempelen en dan in een bundeltje bij elkaar. Zo, dus die doe ik even allemaal op mijn stempelblok. Zo. 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 Zo, die ga ik hier opstempelen en die ga ik dan zo even uitknippen. Zo. Huppatee. Nou, ze stempelen echt fantastisch, deze stempeltjes. Nou, dit ga ik even knippen. Zo. Nou. Nou, het is vandaag weer een lekkere drukke dag hier in de winkel. Nou, zie je, nou heb ik, zit ik natuurlijk weer onder met wat verse fijn op mijn vingers. Dus dat moet ik even schoonmaken. Er zit eigenlijk alles onder. Zo. Wat dat betreft ben ik soms zo'n klieder. Kont. Zo. Knip ik gewoon met een klein wit randje. Knip ik die. Zo. Knip ik die bloemetjes zo uit. En dan. Zo. Maar goed, ik zat dus te vertellen eigenlijk dat het al lekker druk is heel de dag in de winkel. Want vanmorgen heb ik het eerste gedeelte van de Planner Retreat Shop gegeven. En Hanny is nu de tweede helft aan het doen. Heel erg leuk en gezellig altijd. In de winkel is ook nog een demo. Met de. Zo. Even goed opletten dat ik hem goed. Dat ik hem een beetje netjes knip, die bloem. Ik wil het veel te snel doen, natuurlijk. In mijn live. Zo, bloemetje 2 en het kleine bloemetje nummer 3 ook even uitknippen. Zo. Zo, kijk, dan hebben we hier 3 bloemetjes. Vind ik een beetje kaal zo op deze achtergrond eigenlijk. Dus ik ga die achtergrond wel eventjes een beetje spetteren. En even kijken waar ik mijn spetterpen gelaten. Hier. Zo, dat doe ik met wit.
één kant. Laat ik die spettertjes even drogen en dan ga ik ondertussen dit zwarte gedeelte ga ik op de kreft gedeelte doen, vlijmen. Kijk, ik moet hem zo pakken. Wel een hele mooie vorm van kaartje zo, hè? Deze laat ik nog even los. Dan ga ik eerst die bloemetjes erop doen. En die lijm ik dan een klein stukje vast, maar niet helemaal. Die bovenkant lijm ik dan niet vast. Alleen hier dat tussengedeelte, zodat ze daarmee... Natuurlijk weer te veel lijm op. Zo, zodat ze daarmee... vastzitten. Kijk, en dit komt dan een beetje omhoog hierboven. Dat ga ik bij deze ook doen. Hoepsakee. Deze een beetje schuin zo erover. Zo, en deze nog. Zo. Kijk, hoe leuk. Dan pak ik kan ook een stukje zwart hemdkoord pakken eigenlijk. Ja, vind ik leuker. Ik pak lekker zwart. Zo, die doe ik dubbel. Die komt hier onderdoor. Ga ik even een knoopje maken. Bloemetje wil mee met mijn hemdkoord, maar dat is niet de bedoeling. Zo. Kijk, op dit soort momenten zou je eigenlijk drie handen nodig hebben, hè? Maar het is gelukt. Kijk, knoopje. Knippen we die zo even af. Hoppatee. En deze die komt dan ook weer met foamtape. Want ik hou daarvan om het een beetje opgehoogd op te lijmen. Vind ik gewoon een leuk. Oh, dan heb ik hem iets te. Zo. Even die schermstukjes eraf. Die komt dan zo. Op. Kijk hoe mooi. Heel simpel. Hier zou ik nog even een klein lijntje doen. Ja, ik ben altijd iemand, ik moet altijd alles een beetje afkaderen en met een soort van doodellijntje. Ik hoorde vanmorgen van Hanny dat zij dat precies hetzelfde heeft. Die zei, oh, ik ben daar een keer mee begonnen, zei ze. En nu ja, wil ik gewoon altijd... lekker een doodellijntje zetten. Zo. Zo, ik maak er altijd een soort van stiksteekje of zo. Hier en daar. Zo. Nou, ook hier zou je bijvoorbeeld nog een leuke tekst... Een klein tekstje kunnen stempelen. Even kijken. Ja, ik heb die bloemetjes en zo er al opgelijmd. Anders dan had ik dat kunnen doen. Kan je bijvoorbeeld ook zo'n soort tekstje. Wat je uit een stickervel kunt halen. Erop doen. Maar je kan hem ook gewoon lekker zo houden. En dan heb je gewoon een heel simpel leuk kaartje. Een klein schattig kaartje.
Dus ik ga even kijken waar Joyce is. Dan kan zij dadelijk de live voort gaan zetten. Dan kan zij jullie al die leuke producten gaan zien. Ik laat dit gewoon even hier liggen. Oh, wacht. Ik zal degene die ik gemaakt heb, zal ik even hier... Oh, daar is ze! Ze had mij gehoord. Had jou op de andere kant al inderdaad aanstaan. Ja. Ik denk, dan hoor ik het en dat jij klaar bent. Ja. Nou, ik heb er nou 3 gemaakt. Deze 3 heb ik gemaakt. En, oh, wat tof. Ja, kijk, ik heb hem ook. Dat is leuk. Ja, kijk, deze, die heb ik, laten zien net in de live, heb ik gewoon met die dubbele rand zo door mijn, dan heb je een klein, kaartje. Een leuk bij een bosje bloemen of zo. Ja, leuk hè? Heel tof. En dan heb je meteen ook leuk die vorm erin. Kijk, dat kan natuurlijk met deze, omdat die rechte randjes heeft. Dat gaat lastiger, of eigenlijk niet met deze, want die heeft dat gaat niet. Maar met deze zou dat wel gaan, met die rechte rand. Dus. Heel tof. Ja, maar ik hoop... Alleen, ik moest weer dingen printen en dat vergeet ik nu. Maar dat gooi ik dan zo wel even in de groep. Ja. Dan pak ik hem even van jou over. Ja. Haal ik even uit standaard. Yes. Zo. Ja, zeker. Dit komt ook op YouTube te staan. Begin volgende week. Nou, we hebben dus een goodiebag. Ik zal die zo even in de groep zetten. Want die moest ik uitprinten en nou ja, na het eten en weer orders lopen vergeet ik hem dus te printen. En normaal dan is Monica nog wel achter de hand, maar die zit ook lekker te workshoppen. Dus dat laat ik straks even weten. En in die goodiebag zit namelijk de 2 stansen die Nathalie heeft gebruikt. En dan de 6 verschillende silhouetten stempels die zijn uitgekomen. Ik zal ze ook nog even los laten zien, want je kan het natuurlijk ook los bestellen. De standjes zijn €3,99. Dit is de stans ticket. Dus de ticketstans €3,99. En deze, die heet Oriental. Vind ik zelf heel tof. Oriental. €4,99. Nou, dan hebben we de stempel Florals. Ook heel even een kaartje, want die zie ik hier liggen volgens mij. Ja, zal ik het een beetje zo fijn. Ja, dat is wel leuk. Even kijken. Dus dit is de stempel Florals. De stempeltjes zijn €4,99. Oh ja, en dat is deze. Dat is ook heel leuk. Dat is de stempel Weeds. W-E-E-D-S. Weeds. Even kijken, zal ik ze erop leggen een beetje, dan zie jij... Deze. Zit ook dat bijtje bij. Nou, dat is een hele moeilijke naam. Die noem ik gewoon even stamp 612. Stamp 612. Nee, ik ga me er niet aan wagen hoe dat ik die uit ga noemen. Even kijken. En ik heb net mijn... Echinia. Oh, Echinia. Weet je in ieder geval, Ja, volgens mij is dat klaar. Volgens mij is dat mij onder. Ja, alles wat vandaag opgehaald wordt, heb ik al zoveel mogelijk waar de datum op stond, daaronder gezet. Volgens mij is dat de bloemennaam die erop staat. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Dan hebben we deze. Ja. De Meadow. Oh, die is ook leuk. Ja, dat bovenste heb ik weer met dat... Met die Isink, ja. Die blijft heel tof, hè, die inkt van Isink. Ja. Kijk, hier heb ik alleen maar met dat maantje eigenlijk. Ja, trouwens de bloem ook, zie ik nu. Heel leuk. Ja. Die sets hebben we trouwens weer binnen, die waren heel veel verkocht. Hadden we speciaal besteld en nu heeft de leverancier ze ook op voorraad genomen. Dus mocht je de combi deal van de Isink inkten niet besteld hebben en twijfelen... Of toch denk ik, ook wil ze het toch wel hebben. Die kan je dus nog bestellen. Zowel in de webshop als in de Tiki. En normaal kosten die sets €24,99. En we hebben een combi deal voor €39,99. En dan krijg je beide sets. Dus dat is deze. De Meadow. Dan hebben we de Ivy. Ook leuk, Ivy. En de laatste is de Swirls. Een mooie tak. De Swirls.
Oh, daar heb je toch weer mooie voorbeelden gemaakt. Waar had je dat zonnetje mee gemaakt? Heb ik gewoon met zo'n dobbertje. Oh, weer, ja, wat je vorige keer ook had gedaan met deze. Ja. Ja, dat vond ik vorige keer al zo'n leuk idee. Ja. Het zijn natuurlijk die mini blending tools. Het zijn 3 mini blending tools met nog extra kussentjes voor €8,99. En dan hebben we natuurlijk ook de navulling. En de navulling is €6,99. Dan loop ik nog even met jullie de winkel in. We hebben natuurlijk ook de stempelblokken. Dit is natuurlijk het mooie formaat stempelblok die laatst is uitgekomen voor deze stempeltjes. Dat is de ASB08. ASB08 en dat stempelblokje is €5,99. Heeft ook weer die mooie uitkeping, zodat je hem goed vast kan houden. En daar passen dus die silhouettenstempeltjes heel mooi op. En wat ik ook graag nog even wil laten zien. Ja, de mini-stansmachine heeft Nathalie natuurlijk laten zien. Hè? Die hebben we van Studio Light. Ideaal voor de kleine standjes. En die is €59,99. Compleet met de plaatjes. Ik ga even kijken of het er nog is, want van Studio Light. Ik ga zo ook nog proberen om bij Ilona wat te laten zien. Maar het is al de hele dag bij Ilona heel erg druk. Iedereen is natuurlijk erg nieuwsgierig hoe het werkt met de foilpress. Want daar is ze vandaag mee. Dus ik ga het proberen, maar ik beloof niks. Want er zijn gewoon de hele tijd mensen. Ja, de goodiebag Wilma zal ik er zo even inzetten. Die had ik moeten printen, maar dat ben ik vergeten. Want nieuw van Studio Light zijn deze setjes met hemcord. Ik hou ervan, alles lekker op kleur. Het hemcord is €4,99. En er zijn 4 verschillende sets. Dit is de set roze. Dan hebben we een groene set. Een groene set. En dit is de blauwe set. Allemaal mooie verschillende kleuren blauw. Deze past natuurlijk ook weer heel mooi bij Ocean Calling. Oh, misschien zit hij wel bij Karen in de map. Zo eens even aan Karen vragen. Misschien zit daar de goodiebag wel in. En dit is de hemcord set in het bruin. Deze zijn allemaal €4,99. Dus ik heb de set in het bruin, blauw, groen en roze. Kijk. Hier de kaartjes van Ilona. Met natuurlijk de hot foil. Nou, het zal de hele dag lekker druk, hè, met de hot foil. Echt heel leuk. Ja, klopt. Hallo. Jullie waren natuurlijk toch nieuwsgierig naar jouw voorbeeldjes. Ja. Oh, jij hebt hier al van alles uitgezet. Dat kan ik er wel even bij pakken. Ja, tuurlijk. Pak het er maar bij. Ik ben aan de slag geweest met het loonfoampapier. Ja. Het werkt ontzettend fijn met de glimmer, omdat het mooi glad en stevig is. Bij te dun papier kan het namelijk gebeuren dat de afdruk er doorheen gaat. Dus dat het eigenlijk een soort van snijrandje wordt, dat wil je niet. Ja. En omdat het mooi glad is, heb je ook weinig last van overfoil of dat hij juist te weinig foilt. Dus ik heb daar een paar voorbeelden mee gemaakt met de snijmallen van deze is van Loonfoam. Deze is van Spellbinders, die ook. Deze van Carlijn, die vast hebt ook van Carlijn. Ja, je ziet hoe mooi dat erop zit. Dat is echt gaaf. Okay. Ja, en je hebt eigenlijk in een mum van een tijd heb je een leuk achtergrondje. Ja. Zo leuk. Ja, en hier heb je ook nog een doorzichtig folietje, waardoor dat je een soort subtielere glans krijgt. Ja, dat is ook tof. Ja. En het zijn ook mooie kleuren allemaal. Ja, het is allemaal uit dat regenboogpakket. Nou, de meeste van jullie hebben die afgelopen week al wel ook besteld. En dan kan je dus ook zien, er zitten 10 kleuren in die je hieronder ziet. Ja, gaaf hè. En dat is dus het kaartstokpakket van Loonfoam, €8,99. En daar kan je dus echt heel mooi mee foilen. Ilona had ons de tip gegeven, dus Jolanda is er meteen ingedoken.
Want ja, dat werd hier bij de groothandel nog niet verkocht. Dus die hadden ze speciaal voor ons besteld. Ik laat even de verschillende zien. Deze mooie houtnerf is ook van Lanvin. Dat is deze, die kost €34,99. Dan krijg je dus echt die hele mooie houtstructuur. Hij is zo fijntjes. Dus dat is de houtstructuur van Lanvin. €34,99. Nou, ik heb het gezien op het filmpje. En ik ben zelf ook wel helemaal weg van deze. Die vind ik ook prachtig. Dan zie je ook hoe mooi het op dat papier komt. En hier heeft ze die dus met de leuke taartset gebruikt. Ik zal ze eerst laten verwarmen. Ja. Deze hot foil stans is van Spellbinders. Die kost €24,99 en die heet Geometric. Dus dat is de Spellbinders Geometric. €24,99. Knipt in het geval. Als je hem dan natuurlijk nog een keer stans, krijg je zo'n heel leuk stikrandje. En hier heeft ze hem dus weer opgebouwd met een mooie scallop ertussen. En dan zie je de Huckelot uit de taart komen. Die taartstans hebben we nu ook. Dat is de taartstans van Carlijn. Die kan je dus helemaal in lagen opbouwen. En de taartstans van Carlijn kost €19,99. En de platen die bij het kijk, hier zie je ook de. Dat is de taartstand van Carlijn 1999. En die kan je dus ook zo maken dat die Huggelot er zo uitpiept. En je draait eigenlijk net iets langzamer dan wanneer je met een snijmand zou doen. Wat je die hit... Ook de Huggelots hebben we natuurlijk weer op voorraad. De Huggelots kosten €13,99. Dit is de grote Huggelot. Deze, ja. En dit is de kleine Huggelot. De kleine kost €8,99. Nou, hier heeft ze dus de grotere gebruikt. Daar past hij wel doorheen. Daar past hij wel doorheen, ja. Hij is heet, dus ik pak dit liever. Ik kom even met. Nou, dit is de mal met de sterren van Carlijn. Die is €21,99. Kijk hoe mooi die ook weer op dat kaartstok komt. Dus dat is de sterren hotvol mal van Carlijn €21,99. Hier zie je trouwens de taart ook nog helemaal mooi opgebouwd. Dus als je nou ergens nog iets hebt waarvan je denkt van is een speciale gun. Deze is dus ook heel tof. Dit is wel die speciale gum. Ja. Dit is een normale gum. Ja. En dit is de zand. Je ziet dus die mooie regendruppels achtergrond en die parapluutjes. De parapluutjes komen van deze set. Kan je echt wel, dan krijg je alles weg. Maar als het met de normale gum. Dat is de Carlijn set met de parapluutjes en die is €19,99. Dus probeer altijd eerst de normale gum. Nou, hier zie je ook weer de regendruppels op de achtergrond. Die blaadjes, ja, het ligt er een beetje van. Ook nieuw binnen hebben we deze teksten. Dat zijn de teksten Sterkte Knuffel. De Hot Foil Stansen Sterkte en Knuffel zijn €6,99. Nou, ik schuif weer even verder door, want er zijn weer nieuwe klanten helemaal geïnteresseerd natuurlijk in het Hot Foil. Nou, we hebben natuurlijk nog een paar machines van de aanbieding. Dat is de GoPress Hot Foil machine. Die is van 134 nu voor €99,99. Dus die hebben we nog in de aanbieding, zolang de voorraad strekt. De Hot Foil machine nu voor €99. Ilona heeft deze, dat is de Glimmer Hot Foil. Die is van Spellbinders. Werkt hetzelfde, alleen bij deze heb je dan nog een mat en een pincet erbij. Dus daar zit dan ook het prijsverschil in. Er zit nog wat extra's bij. De glimmer van Spellbinders is van 159 voor 149. En heb je een Gemini machine, hebben we natuurlijk ook de Hot Foil machine voor de Gemini. Want daar past geen andere in. Nee, door de Powerboss kunnen ze niet heen.
Helaas. En nu zit ze al op 22. Dus geen, van de, geen enkele hotfoilmachine die er is, past door de Nelly Snelle machine. Nou, deze is dan 119. Kijk, als jij iets in een oplage van 100 laat maken, betaal je... Dan hebben we ook nog nieuwe blokken binnengekregen. Ik zie dat ik er al eentje weer mis. We gaan al weer hard. Lagen vanochtend nog flinke stapels. Deze is in de aanbieding, die is nu 99. We hebben de blokjes. Laten we het even door, want je hebt een serie met de ene kant effen en de andere kant zitten dan allemaal patroontjes. Dat is niet deze. Dat is die ernaast. Ook ongeveer wel veel. Ja, dat is hier dan. Ik ga zo de leverancier even mailen. Ria, ik verwacht van wel, maar ik ga zo meteen even mailen en dan kom ik daar bij je op terug. Ja, normaal 135 geloof ik. Deze heb je dan maar in een hele grote... Dit is dus de... Mocht je de blokken willen bestellen, ze zijn €6,99. Dit is de Shades of Blue met patroon. Dus zet er goed bij met of zonder patroon. Want deze hebben dus patroontjes, maar ze hebben ook een blok uitgebracht, Shades of Blue. En dan heb je de effe kleurtjes. Deze heeft een plek. Dus daar zit zin vast. Dus dan is dit de Shades of Blue Effen. En dit is de Shades of Blue met de patronen. Die hebben we ook in de pink. Dus je hebt pink met de patronen en de pink Effen. Allemaal €6,99. Dan hebben we de bruine. Eigenlijk ook weer met hele leuke patroontjes en streepjes. Ja, nou ook in deze heel lang hoor. Dus dan had ik er nog qua geld niet heel veel dus dit is de Shades of Brown met print en deze is dan weer de effe. En die hebben we dan ook in het groen. Alleen de groene is in het effe nu op, maar die komt natuurlijk weer binnen, dus die kan je wel bestellen. Dat zijn de Shades of Groen met patroon en zonder patroon. Nou, nu wil ik natuurlijk ook nog even ons nieuwe Bellalulu knipvel laten zien. Ons Diep in de Zee knipvel gisteren binnengekomen. €1,99, weer van een mooie stevige kwaliteit. Hier heb ik trouwens alvast één van die setjes. Je kan ze natuurlijk ook los bestellen. We hebben de iZink met de metallic tinten. En dit is de iZink met de, alle kleurtjes. €24,99 per stuk. En wil je de combi deal, dan is deze samen met de andere set voor €39,99. Die Nathalie net gebruikt heeft. En jullie hebben het al misschien gezien. Bij Dutch Badoo komt een hele leuke lijn met ATC coins. Eigenlijk door de live van Nathalie vorige keer hadden we nog wat ATC coins liggen en zijn we daarmee aan de slag gegaan. En dacht jij dan daarvan, hé, dat is eigenlijk ook wel heel tof om daar een serie in uit te brengen bij Dutch Doobadoo. We hebben alvast wat stempels ingekocht van Creative Expressions met mooie patronen. Dus dit zijn de ATC coin stempels, €15,99. Een mooie tekst, stippen, allemaal mooie patronen. Ga ik heel even kijken of dat ik de... Hi! Ik heb volgens mij namelijk hier een map liggen. En misschien zit daar de stempel goodiebag wel in. Als jarig is dan... Ga ik heel even voor jullie kijken, anders dan deel ik hem zo in de groep. Ja. Zou je natuurlijk zien, allemaal zitten ze erin. Behalve die. Ja, wij zeiden net ook al ATC-kaartjes. En zo vind ik zelf ook heel de pocket letters heel erg leuk. Ik hou altijd heel erg van die kleine kaartjes waar je dan lekker op kan knutselen. Nou, de goodiebag gooi ik meteen zo even in de groep. Nou, dan wens ik jullie een heel fijn weekend. De tikkie blijft gewoon open, dus jullie kunnen lekker blijven reageren. Je mag ook bellen natuurlijk. En dan tot volgende week. Doei!